Den Haag maakt zich op voor de wedstrijd van het jaar tegen Ajax. We praten met Wesley Verhoek, die zo vaak een plaaggeest was voor de Amsterdammers. Quick Boys terug in de titelrace. En we hebben Joop. Dennis maakt kennis. Ja, het was of Dennis maakt kennis of Wening naar de training. Dus weet je hoe dit item heet? De ruime buit. Ze hadden twee kutnamen eigenlijk. Dat klopt. Proost. Ja, Dag allemaal. Ja, er zijn nogal wat verschillen tussen beide clubs. Neem de stand op de ranglijst, de grootte van beide prijzenkasten of de transferwaarde van beide selecties. Maar twee keer per jaar maakt dat even niet uit. Dan telt vooral ook het sentiment. Dat hoort bij ADO Ajax. Want zondag, dan is het zover. De Amsterdammers komen naar het Carsjeans Stadion. Ja, en die weten donders goed dat reputaties niet tellen en in deze duels met ADO Den Haag. Bijvoorbeeld in maart 2011 was ADO dankzij deze winnende van Timothy de Rijk Ajax pijnigd met een 3-2 overwinning. Ja, en zo ziet dan de vreugde eruit na winst op die eeuwige rivaal. Mooi. Ja, we zagen hem al eventjes juichen. Wesley Verhoek, Wesley, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ja, uiteraard moeten we jou uitnodigen in aanloop naar deze wedstrijd. Want wat speelde jij altijd een grote rol in deze duels? Ja, het zijn altijd wel speciale wedstrijden, zeker voor Den Haag. Waar je eigenlijk de motivatie niet hoeft op te wekken. Omdat iedereen altijd 100% gaf. Ja. Mooie wedstrijden gespeeld, zeker weten. Ja, ja. En gescoord ook. Dat zagen we net nog niet. Dat was je collega. Ja. Maar we gaan straks zeker die goals even terughalen. Want we gaan de boel eens een beetje opwarmen. Maar ja, sowieso leuk dat je er bent. Want sinds je gestopt bent met voetballen zien we je eigenlijk nooit meer ergens. Niet in de media. Waarom eigenlijk niet? Ja, ik vind het wel fijn. Ik heb een mooie carrière gehad en nu een beetje op de achtergrond. Ik vind het wel prima. Ik heb daar vrede mee. Ja. Mijn tijd is geweest en het is nu voor de andere jongens om in de spotlight te staan. Ja, maar altijd ook weer leuk. Ook voor de fans, voor mensen die jou hebben gevolgd. Ja. Om je weer eens een keer te horen en te zien. Maar ik kom nog steeds geregeld bij ADO. Ik zie veel wedstrijden. Dus ik laat nog wel mijn gezicht zien. Ja, maar een bewuste keuze dus om een beetje in de luwte te blijven. Ja, er wordt al zoveel van je gedeeld. Alles ligt al van je op straat. En ik heb daar wel bewust voor gekozen. Ja. Mijn tijd is geweest, wat ik al zei. En nu is het voor de anderen. Ja, een mooie tijd. Die voerde langs natuurlijk ADO Den Haag. Ja. Je speelde bijna 300 wedstrijden in betaalde voetbal. 200 voor ADO. Ja. Daarna Feyenoord, nog Twente heb je gespeeld, Go Ahead Eagles. Nog even in India geweest. India geweest, klopt. Ja, wat een mooie carrière achter de rug, toch? Ja, echt fantastische clubs, mooie tijd gehad. Nou ja, ik was 8-jarig jongen begonnen bij Den Haag. En uiteindelijk was ik 4-25 dat ik wegging. Ja, nou, je maakte eerst je debuut daar nog in 2004. We hebben nog wat beelden uit die begintijd ook van jou. Kijk. Sjaki. Ja, je vervangt hier Sjaak Polak. Ja, ja. Met een dos haar. Ja. Hoe was dat toen? Dat was 2004. Ja. Wat herinner je nog aan die periode? Dat was tegen Groningen. Een wedstrijd waarin we 3-0 achter stonden. Waar ik en Eljero samen ons debuut hebben gemaakt. Mm. Ja, wij als maatjes die grotendeels in de opleidingen die samen doorlopen hebben. Hij is even naar Ajax gegaan. En toen in een nieuwe wedstrijd samen ons debuut hebben gemaakt. Eljero Elia was er toen ook bij. Ja, dat zei ik. Eljero. Ja. Maar had je toen ook al het idee van ja, ik ga zo ver komen zoals je nu weet? Of? Ja, dat had je niet. Had je door hoe goed je was? Ja, wat is goed? Kijk, ja, ik heb gewoon een aantal jaren heb ik heel goed gepiekt. Mm-hmm. En daardoor gewoon een hele mooie carrière gehad. Ik moet wel zeggen, ik was wel echt een voetballer. Ik was geen vechter. Ik was geen die het moest hebben van mijn vuile meters. Nee. Maar vooral. De creativiteit verzorgen. Ja, en daardoor viel je ook wel extra op, denk ik, bij ADO. Want daar waren wel een hoop spelers toch die ook vuile meters maakten. Ja, kijk, en daarin iedereen zijn kwaliteit. Maar als je bijvoorbeeld ziet nu ook nog steeds wat Lex brengt voor dit ADO. Lex Immers, dat is echt ongelooflijk. Ja. Zo belangrijk voor dit team, waardoor andere jongens heel goed kunnen renderen. Zoals een Nasser, Elke Jatti, die daar gewoon fantastisch kan spelen. Omdat Lex gewoon zijn verdedigende arbeid doet en voor de balans zorgt bij ADO op het middenveld. Die spelers had je ook nodig achter je. Ja. Ja. Tegenwoordig doe je iets heel anders. Zaakwaarnemer ben je. Ja, ik werk tegenwoordig voor Keysports Management. Ja. Het begeleiden van voetballers. Iets wat ik heel graag doe. Mm-hmm. Veel bij wedstrijden kijken en met de jongens aan de slag. Ja, dat is onder andere het management van Tom Beugelsdijk, van Lex Immers. Ja, CEO van het bedrijf doet onder andere Tom en Lex. Ja. Ja. Kunnen we nog een vraag aan je stellen over de contractverlenging van Lex Immers? Of, Ja, dat heb ik aangegeven. Lex is nog steeds mijn vriend. Dus wat er bij hem zakelijk gebeurt, daar hou ik me van buiten. Omdat ik wil met Lex gewoon bevriend blijven en niet iets met een zakelijk iets. Dat hou je even gescheiden. Ja. Begrijpelijk. Goed. Komen we straks bij je terug. We gaan eerst even kijken bij ADO.
Want daar was een persconferentie vandaag, die natuurlijk helemaal in het teken zou staan van ADO Ajax. Ja. Maar het ging ook over Yuning Zhang. Ja, klopt. Afgelopen week werd bekend eigenlijk door de Chinese media dat Zhang vertrekt naar China. ADO heeft daar vanmorgen vroeg een mededeling over gedaan. Hij zou gaan naar Beijing Guoan. Nou, dat weten wij inmiddels zeker. Alleen officieel is dat nog niet naar buiten gebracht. En dus vroegen wij vandaag aan de trainer van ADO Den Haag, Fons Soenendijk, waarom Zhang is vertrokken. Ik ken niet de ins en de outs. Ik weet dat dat natuurlijk was een huurconstructie. Er kan van alles gebeuren omdat wij niet de eigenaar zijn. En dat was West Bromwich, dat is zoals je weet. Er is het een en ander gebeurd. En hij is weg. Dat is het enige wat ik weet. En voor de rest moet je bij Jeff zijn. Had je hem er graag bij willen hebben tot het einde van het seizoen? Ik vond hem wel een interessante speler. Alleen hij is veel weg geweest. Blessures gehad. Ik heb het nog even nagekeken in mijn eigen administratie. Ik heb hem eigenlijk maar een maand echt fit gehad. En daarin heeft hij ook een paar keer goed ingevallen. Ja, spelers willen het liefst elke week spelen, 90 minuten. Dat willen ze allemaal, maar het reële beeld is dat ik hem maar een maand echt fit tot mijn beschikking heb gehad. De Chinese competitie start in maart en dan zal Zhang dus te zien zijn bij de club Beijing Guoan. Dan verder met de wedstrijd ADO tegen Ajax. Eerder dit seizoen verloor ADO met rijmerscijfers in Amsterdam. Toch leeft er een gevoel bij Fons Soenendijk dat er dit keer wat te halen valt. Ja, we hebben natuurlijk die laatste wedstrijden gezien. En als je mij een half jaar geleden had gevraagd van joh, heb je een kans tegen Ajax? Nou, dan was ik waarschijnlijk langs Bas Bulder gegaan om even de koorts op te nemen. Maar nu hebben we ook uitslagen gezien van 4-4. We hebben 6-2 gezien in de Kuip. We hebben 1-0 gezien tegen Heracles. Dus ja, het is toch een andere tijd. En Ajax is niet meer zo als voor de winterstop. Al hebben ze tegen Real Madrid een geweldige wedstrijd gespeeld. Daar heb ik echt van genoten. Maar goed, ze zijn wat wisselvalliger. Dus als ze een hele slechte dag hebben en we hebben zelf een hele goede, nou, dan weet je het nooit. De laatste overwinning van ADO op Ajax dateert van 20 maart 2011. Jij was daarbij, Wesley. Onder andere door een goal van Lex Immers. Twee jaar later deed Tom Beugelsdijk dat ook tijdens zijn debuutwedstrijd. Die wedstrijd eindigde toen in een 1-1 gelijkspel. En dus kan je concluderen, als je kijkt naar de beelden, dat scoren tegen Ajax anders voelt. Ja, tuurlijk. Normaal gesproken wel. Normaal gesproken scoor je niet zo vaak tegen Ajax. Over het algemeen gezien, als je bij ADO speelt, is 9 van de 10 keer of 8 van de 10 keer is Ajax die het langste eind trekt, die zo'n partij wint. In principe maakt het mij niet uit tegen wie ik scoor. Het is altijd lekker. Toch is een goal in de 91ste minuut als winnende tegen Ajax anders dan tegen Rode JC. Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt ook omdat de rivaliteit onder elkaar en de supporters staan nog altijd. Het is een speciale wedstrijd. Als je vooraf kijkt, is altijd, ik weet niet of dat echt vuurwerk is, maar rookbommen. En er is altijd wel een knaller bij. En ja, dat is gewoon iets speciaals. Nou ja, je loopt wel even met je borst vooruit. Je voelt je eigenlijk wel even de king op dat moment. Van ja, weet je, wie kan ons nog wat maken? Ja, en de king van aankomende zondag zal ook spelen. Want dit zijn de vermoedelijke 11 van ADO Den Haag. Om 11:15 dus de wedstrijd tegen Ajax. Op doel Swinkels. Achterin geen Troepé, maar Malone. Beugelsdijk, Kanon en Meijers. Het middenveld dus zoals gezegd met Immers, Bakker en El Kayati. En voorin Becker op rechts. Goossens, net als afgelopen week tegen Peck, op links. En Nesit in de spits. Ja, we zijn er klaar voor. Met Beugelsdijk, Immers en Verhoek op de bank. Volgens mij moet het lukken. Ja, zeker, ja. Heeft ADO een kans? Jazeker. Ja? Ja, ik denk dat je niet te veel moet afwachten. Ik denk dat je gewoon een beetje de beuk erin moet gooien en op strijd proberen Ajax te overrompelen. Wat Heracles deed laatst. Ja, nou ja, zeker. En Ajax is gewoon een fantastisch team met heel veel kwaliteit. Zeker voetballende kwaliteiten. Dus ja, ik vind ook als ADO zijn dat je niet te veel moet aftasten. Ja. En dat kan je in blokken doen. En zeker als je daarna wat teruggetrokken wordt, ja, dan moet Geraldo moet in zijn kracht gezocht worden. Geraldo Becker, ja. Ja, en die moet gewoon de diepte ingestuurd worden, want dan rent iedereen eruit. En daarnaast heeft hij ook gewoon een goede voorzet. Dus dat zijn wel een aantal gevaarlijke wapens die ADO zondag kan inzetten. Ja, dus zeker als ADO teruggedrongen zou worden, wat er best in zit. Ja, door kwaliteit van Ajax. Ja, precies. En dan moet Geraldo Becker vooral niet de bal aan de voeten, maar lekker diep gaan. Ja. En ik denk dat ADO nu ook de juiste balans heeft gevonden met Goossens, die af en toe inzakt in het middenveld. Dus de balans daar goed is. En waardoor Nasser in elke jat in een vrije rol kan gaan spelen. Ja, want Goossens, dat zei je al eerder voor de uitzending, hadden we het er al eventjes over. Dat vind je een belangrijke speler, hè, voor ADO op dit moment. Ja, kijk, het is een jongen die wel ritme mist nog. Ja. Maar wel steeds beter in zijn ritme komt. Ook als je vorige week zag tegen Zwolle.
waarin hij de tweede helft gewoon heel goed speelde. En eigenlijk etaleert waar hij voor staat. En dat is het verleggen van het spel met zijn crossbal over 30, 40 meter. Ja, dat moet hij 10, 12 keer doen per wedstrijd. Ja. En dan kan hij het spel openbreken van ADO. Ja, en je kent Gozes nog goed, hè, van jouw periode. Toen speelde je samen bij Feyenoord met hem. Ja. Ja, wat is dat toch, hè? Dat gevoel? Want je hoort het net ook van Immers, het gevoel van spelen tegen Ajax. Kun jij dat nog omschrijven? Want jij had ook een speciaal gevoel, denk ik, voor zo'n wedstrijd, of niet? Ja, kijk, de jongens geven het ook aan. Het is natuurlijk een speciale rivaliteit in... Ja, zeg het maar. Welk jaar zitten we? Ja, dat ik bij de geboorte van mijn kind was ik zo blij. Dit is het seizoen 2008-2009. Ja, er is natuurlijk een bepaalde rivaliteit. En zeker iedereen in Nederland wil gewoon van Ajax winnen. En dan is het mooi... Wat voel je hier dan? Als je... Ja, dat weet ik niet. Hoe lang is dat geleden? Maar ja, gewoon blijdschap. Blijdschap. Is dat andere blijdschap? Dan in een wat er net ook werd omdat gezegd. Je van Ajax wil je winnen. Ja. Je wilt van iedereen winnen, maar van Ajax was dan weer iets speciaals. Ja, hebben we nog iets speciaals voor je. 7 november 2010, weet je die datum? Ja. Ja? We gaan naar de Amsterdam Arena. Toen gebeurde dit in dat overigens geweldige seizoen. Zeg het maar. Ja, de aanval vooraf was zo goed, die over vele schijven ging. Nou, die wordt eruit gehaald door Ricky, die een steekbal geeft op mij en ik in de verre hoek schiet. Ja. Ja, fantastisch. Maar ja, weer Wesley Verhoeken, weer tegen Ajax. Ja, volgens mij in de tweede helft schiet ik nog een keer op de kruising lat. Dus ja, ook niks was gelogen in die wedstrijd. Het was gewoon een verdiende overwinning. Ja. We gaan het straks nog over dit seizoen hebben. Want dit was het seizoen dat jullie via de play-offs Europees voetbal haalden. Met een geweldig team. Want jij scoorde ook nog in dit seizoen tegen PSV in de uitwedstrijd, de winnende. Een zeer slechte aanname. Ja. Ja, maar je had toch patent op belangrijke goals in dat seizoen? Ja, ik heb gewoon... Ja. Ja, niet zo bescheiden. Dat is toch ik heb gewoon misschien wel, nou niet geluk, maar dat ik me zo kon onderscheiden in een team. Ja. En dat is wel wat ik altijd aangeef. We waren echt een team. En als jij een team bent waarin je voor elkaar wil strijden, of het nou de keeper voor de verdediging of de verdediger voor het middenveld, middenveld voor aanval, ja, dan werk je ook als team. En waardoor dan een aantal jongens konden etaleren. Ja, en dat was in dat jaar was ik dat samen met Boulikin. Ja, goed. Komen we straks nog op terug. Eerst eens eventjes naar het top amateurvoetbal met de Herman. Want het is niet alleen een mooie wedstrijd komende zondag, maar zaterdag ook weer het een en ander op het programma. Ja, en de spanning zit er goed op. Met name in die derde divisie zaterdag. Want eigenlijk dachten we, nou ja, dat Noordwijk dat gaat gewoon in een leunstoel naar het kampioenschap. Maar ja, nu liggen de kaarten toch weer wat anders. Want de afgelopen drie wedstrijden, daarin verloor Noordwijk er twee. En dat betekent dat het eigenlijk met de week spannender wordt. En dat betekent ook dat Quick Boys weer mee gaat doen. Nou, datzelfde Quick Boys speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Harkemaanse Boys. De laatste training voor de wedstrijd tegen de Vriezen op Nieuw-Zuid wordt nog altijd geleid door assistent Dirk van der Plas. Hij zit zaterdag ook op de bank. Maar trainer Erik Assing is weer terug van weg geweest na een medische ingreep. Het gaat stukken beter dan een paar weken geleden. Ik ben weer aan het opkrabbelen, heet het dan. En voel me ook veel en veel, veel prettiger dan dat ik me de afgelopen maanden heb gevoeld. Dus dat heeft echt wel iets... in de weg gezeten wat er nodig uit moest. Laat ik het maar daarop houden. We vragen dan altijd aan voetballers, op hoeveel procent zit je? Wanneer start je weer in de basis? Wanneer start jij weer in de basis? In ieder geval niet forceren, is ook niet nodig. Want Dirk doet het hartstikke goed op dit moment. De ploeg doet het hartstikke goed. We winnen twee keer achter elkaar. Dus ik pik dit weekje nog maar eventjes mee. En we bekijken het even vanaf de zijlijn. Wat ik normaal gesproken ook zou doen natuurlijk. Maar achter de zijlijn, laat ik het maar zo zeggen. Quick Boys kende een slechte periode met drie nederlagen op rij. Maar de afgelopen twee wedstrijden pakten de Katwijkers weer eens een overwinning. Nou, we zijn wel natuurlijk bij elkaar gekomen en hebben een beetje gekeken wat de reden kon zijn dat we drie keer achter elkaar hebben verloren. Nou, maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon doen wat je ook voor de winterstop deed. Je moet niet gaan, je moet gewoon vertrouwen blijven hebben in je tactiek en speelstijl. Maar hoe lastig is dat als je drie keer achter elkaar verliest? Ja, dat laat ook dan maar zien hoe sterk je bent als team. Hè. Soms zijn deze dingen ook gewoon heel goed voor in een seizoen. Hoe pak je het op? Hoe ga je verder? Ga je er bij de pakken neerzitten? Of toon je zelf vertrouwen en ga je gewoon door waar je goed in bent? En ik denk dat het laatste altijd zal lonen. Doen waar je goed in bent dus. Meinhard is belangrijk voor Quick Boys. Hij scoorde als verdediger al 8 doelpunten. Hij is wel bezig aan zijn laatste seizoen bij Quick Boys. En wil maar wat graag afscheid nemen met een prijs. Ik ben een liefhebber. Dus wat ik ook doe, of nou een dame met mijn kinderen is of wat dan ook. Ik wil altijd winnen. Dus ook zo dit jaar en ook zo gewoon hier bij Quick Boys.
Als je hier kan afscheid nemen met een kampioenschap, is dat toch gewoon top. Wanneer heb je voor het laatst verloren van met dammen van je kinderen? Ik verlies niet zo vaak. Ik moet ook eerlijk zeggen, best wel vaak vals speel. Maar mijn dochtertje kan het wel goed, ja. Zoontje is nog wel jonger, maar mijn dochtertje die kan het wel goed. Ja, morgenmiddag dus geen damwedstrijd. Quick Boys voetbal dan tegen Harkemaanse Boys. Ik zei het al, het wordt met de week spannender, met de week interessanter in die derde divisie zaterdag. Het is allemaal live te volgen, net als trouwens de tweede divisie via Radio Esport morgenmiddag vanaf 2 uur. En de beelden zondagavond vanaf 8 uur weer. Oké, Herman, dank je. Dat team uit 2010-2011, waar jij deel van uitmaakte, grootste successen van de afgelopen jaren meegevierd, ja. Europees voetbal gehaald, John van der Brommers de trainer. Wat was er zo uniek aan dat team? Nou ja, je begint er al mee met Van der Brom. Dat was gewoon echt een people manager. Mm-hmm. Die ervoor zorgde dat we vrijwel met dezelfde basis 11 starten en het hele seizoen gespeeld hebben. Maar in daar belangrijk de nummer 14 of de nummer 12 tot de nummer 15 die er vaak in kwamen en ook beslissend waren. Dus de jongens die op de bank zaten, hield hij tevreden. Ja, dit is overigens de wedstrijd tegen Ajax uit dat seizoen. Ja. Die jullie met 3-2 wonnen. Aardig team ook, Ajax. Ja, dat is zeker geen verkeerd elftal. Ja, met Vertonghen er onder andere in, Soleimani. Ja, Lex Immers die hier scoorde. En een hoop lol, hè, in dit team. Ja, heel veel lol. Vooral in de kleedkamer en buiten het veld. Ja. Wat soms ook wel eens te ver ging, maar vooral zodra we de training begon, ja, dan waren we zo scherp, speelden we zo goed. Op een gegeven moment speelden we ook echt gewoon heel goed voetbal in dat jaar. Ja. En ik denk dat wij ook in dat jaar, dat moeten we misschien een keer nakijken, hebben wij de meeste punten gepakt tegen de top 8. Ja. En tegen de onderste ploeg hebben we het eigenlijk heel veel laten liggen. Daar kon je extra voor motiveren. Ja, want volgens mij hebben we tot een aantal wedstrijden voor het einde hebben we vierde gestaan. Ja. En in de laatste 5 wedstrijden pakten we 1 punt. Ja. En je had een spits, Boulikin, ja, Boulikin die ja. Ook de een of ander erin legde. Ja. Wat was dat voor een jongen? Ja, het was een aparte Rus, ja. die bij ons op stage kwam. Een stagewedstrijd bij Laakkwartier, wat natuurlijk jaarlijks gedaan ja. wordt. Het eigenlijk niet zo goed deed. En waar iedereen een beetje zijn twijfels over had. Maar ja, wij als spelersgroep wel dachten van... Ja, dat was kilootjes te veel ook, hè? Ja, maar aan een IK gespeeld. Ja. Daar had hij een aantal keer gescoord. Ja, dan moet je toch wel wat kunnen voor Rusland. Ja. En toen, toen trok hij zijn shirt uit bij Van der Brom en zei hij, look to my muscles. Ja, toen is daarna overstag gegaan. Ja, nou ja, en met een goed resultaat. Jullie nogmaals haalden via de play-offs uiteindelijk Europees voetbal. Ja. En die mooie overwinning die we zojuist zagen op Ajax. Laten we nog eens een keer teruggaan naar wat mooie wedstrijden die jullie speelden. Of jullie ook andere ADO's uit de andere jaren. Tegen Ajax, want het is altijd weer lekker om naar te kijken. Ja. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, heeft zelfs een voorzet. Stroeven staat helemaal vrij. Goed ingeschoten. En na ruim een kwartier spelen komt ADO Den Haag op een 1-0 voorsprong. Goed balletje van Ferry Bonne op Rick Plafoet. Stekelenburg zit mis en daar is Van der Gun weer. In ieder geval de penalty voor Geert Den Ouder. Zo, met risico ingeschoten. Vrije trap. Stroeven, hoe is dat mogelijk? Golka tussen 4 man geeft hij een goede paas. 1 keer raken. En dat 1 keer raken is precies genoeg. Heerlijke goal van Mos. In de goede openingsfase van ADO, Tininho met een afgemeten voorzet op Kolk. En Kolk scoort 1-0. En het Zuiderpark ontploft. Van Knopper, bal weer voor. En daar is de gelijkmaker. Ajax staat erbij en kijkt ernaar. Het antwoord van ADO Den Haag is supersnel gegeven. De bal valt tussen Boulikin in en Kubik. Alleen maakt de fout. En dan is de doelpunt. Van der Wiel in de fout. Kubik scoort. Al is opeens daar wel de kans voor Immers. En die schiet die bal erbij. En daar schiet hem erin. Lex Immers. Voor hem nu wegdraaiend. Maar ook niet ongevaarlijk. De Rijk moet het doen. Doet hij het? Ja! Ajax geeft het weer weg. De bank, Horvat geblesseerd, Beugelsdijk speelt en komt ADO op 1-0. De bal is van de voet van Holla en de kopstoot is van de grote sterke beer. Ik heb het over Tommy Beugelsdijk. Hier komt Alberg. Hij legt hem voor Kramer. Kramer en daar is hij dan toch voor ADO Den Haag, de gelijkmaker. 10e doelpunt van het seizoen.
Dekker houdt die bal binnen. Daar lijken ze bij Ajax niet op te rekenen. En Johnson met de gelijkmaker. Johnson met de 1-1. Het is afgelopen en Ajax verliest. Tja, daar krijg je toch gewoon ontzettend veel zin in komende zondag. Ja, het zal het ook zeker niet aan ontberen bij de jongens. Nee, hè? Goed. Ja. Je bent er zondag bij? Of, ja. Ja, tuurlijk. Goed, we gaan eens even kijken of hij er ook... Nou, hij is erbij. Joop Buit. Hij gaat weer eens op stap. Met wie deze keer? Vandaag ontmoet ik een echte Haagse held. Oké, zijn contract is dan niet verlengd bij RTL. Maar dat geeft hem wel mooie tijd om echte Haagse tv te maken. Vandaag ontmoet ik de enige echte Haagse rock'n'roller, Dennis Wening. Ja, Dennis Wening, daar ben je. Lekker, kom lekker zitten zou ik zeggen. Dat is een stukje het amateurtoneel hoor. Ik wist niet dat je al gelijk ging beginnen. Ja, natuurlijk man. Dennis, hoe gaat het met je? Heb jij de klap al verwerkt van ja, dat RTL jouw contract niet heeft verlengd? Ja, zeker. Ja? Het was natuurlijk toen ik het hoorde was wel een verrassing. Maar je hebt nu ook wel lekker de tijd vrij voor andere dingen. Ingmas, dat doe ik nou. Ja. Dus dat is al onwijs kicken. En ik ga dan nu ook weer ADO TV voor ADO doen. Dus ik ben ook weer gewoon een soort van ouderwets terug op mijn honk. Dennis maakt kennis. Ja, het was of Dennis maakt kennis... Of Wening naar de training. Nee. Weet je hoe dit item heet? De ruime buit. Ze altijd weer kutnaam maken. Dat klopt. Proost. Ja, yes. Ik ben niet per se de grootste voetballiefhebber. Maar ik ben dan ook zo'n raschauvinist. Op het moment dat ADO naar de Eredivisie ging, toen ging ik wel. Ja. Zo maar, ben jij. Jij bent er zo eentje. Ik zo eentje ben. Ik geef het ook toe. Je luistert. Ik kamers erop. Maar het ding is dat ik wel dat vind. Is dat ik volg het niet zo snel met die spelers. Dus ik ga dan zitten als kijker. Als tribune en dan denk ik, wie staat er nou weer in het veld? Ja. En ik vind het lijkt mij leuk om zeg maar om te weten wie al die voetballers zijn. Met wie wil jij echt iets op gaan nemen? Ja, dat is natuurlijk niet moeilijk te raden, maar... Tommy Beugelsdijk. Nee, Lex Immers. Die houdt dus echt, die houdt van darten. Ja. Die houdt van Fortnite. Die is meer druk met andere dingen, de randverschijnselen dan voetballen schijnt. En dat zijn de juiste dingen die ik wil gaan bekijken. Kan je zelf een balletje trappen? Volgens mij niet echt, maar... Nee, klopt. Nee. Ik was zo slecht in voetbal, ja, dat mijn moeder tegen mij zei... Dennis, misschien moet je maar stoppen met voetbal. Oh. Ik wil alleen maar punten. Ik wil geen bal optrappen. Nee. Hey, zondag spelen we tegen Ajax. Ja. Ben je daar? Ik denk het wel. Ik heb gevraagd aan ADO of ik er mag zijn. Maar het was schijnbaar moeilijk met de kaarten. Maar heb je dan geen seizoenskaart? Nee, dat hoef ik dan niet. Die krijg jij gewoon. Krijg ik gewoon. Ben jij in Engeland, hè? Ik heb wel seizoenskaart, hè? Ik zat in die koude Midden-Noord, hè? Dat begrijp ik. Hey, maar ik wil je eigenlijk wel een keer uitnodigen om een keer met mij dat wil ik. Op Midden-Noord te dat gaan staan. Ja? Ja, dat wil ik zeker. Ja, dat gaan we echt doen dan. Dat vind ik leuk. Nee, maar ik heb altijd wel dat ik me schuldig voel als ik daar zit, op zo'n VIP-tribune. Ja. En het lijkt me altijd fucking gezellig om aan die andere kant te staan. Hij dit staat... seizoen gaan wij een keer samen naar Midden-Noord. Is goed. Hij staat op camera en jij gaat ook mee, man. Gezellig. Ja. Ik eindig altijd met de kleine voorspelling. Ja. ADO tegen Ajax. ADO wint gewoon 1-0. Als we maar winnen of gelijk spelen, dat zou toch wel lach zijn. En we gaan binnenkort gaan we samen even naar Midden-Noord. Zeker. Hij staat. En heel veel succes met je programma voor ADO. Dankjewel. Dennis maakt kennis. Hè? Begrijp je? Kijken. Wel jammer dat je een beetje mijn baantje hebt ingepikt hoor. Kan het ook kunnen doen, maar ja. Nee, wel geitje. Mooi. Als jij je portret wilt tekenen, Wesley. Ja. Nou goed, als zij een voorspelling doen, dan kan jij het ook. Wat gaat het worden zondag? 2-1 voor Den Haag. 2-1 voor Den Haag, ja? Nou, daar doen we het voor. Dankjewel voor je komst. Jullie bedankt. Leuk dat je er weer eens was. Ik raad je aan om nog eens vaker in ieder geval terug te komen hier. Zou ik zeker doen. Dankjewel, Wesley. Dit was het voor nu. Meer sport natuurlijk komend weekend op de radio. Natuurlijk zaterdagmiddag het top amateurvoetbal. En ook online daar alles te volgen. En zondag vanaf 12:15. ADO Den Haag tegen Ajax live op 89.3 Radio West. En natuurlijk ook online bij ons te volgen. Een mooi weekend.